straks komen er kleinkinderen. Ja, maar die hoeven niet vier vieren prijs te hebben. Wel? Kan je dit voor het altijd doen? Want ik krijg zoveel vragen over hoe het moet. Wat als mensen geen koriander lusten? Op je kind leggen? En dan? Gember, limoenen, appels. Al wat recht uit het hart. Goedemorgen, lieve baby. Lekker. Jij lijkt heel groot nu. Ik ga juice maken, Bolly. Oh, ik hou van jou. Ik hou van jou. Je bent zo lief, dik, schattig en bol. De pure variant, alleen appelsap, appel en gember, vind ik toch wel het allerlekkerst. Als je trouwens alleen maar gember en appelsap doet en geen stukje appel erin, dan wordt het sap echt bijna een soort van melkachtig en helemaal wit. Dat is zo raar. Dat is heel gek. Ook lekker. Maar mijn appels moeten op. Maar in principe kan het, is het ook voldoende met alleen sap en gember. Lekker broodje on the go mee. Heerlijk. Ik ben eventjes bij oma met heel veel afstand natuurlijk. Ik ga even haar ding vegen. En even met haar naar de supermarkt lopen. Zij heeft natuurlijk net een operatie aan haar rug gehad. Maar we houden heel veel afstand hoor. En dan gaan we even samen lopen naar de supermarkt. Dan kan ze even zelf wat boodschapjes halen. Dit is grappig, want dit zijn van die dingen die ik nooit zelf zou doen. Dit vegen. Ik zie het net er niet van, maar ik doe het graag. Toen je bij mij... Oh, lekker dit randje ook inderdaad. Hij is helemaal ingezoomd. Zoals je op mijn verjaardag, zoals mijn huis, gewoon elke dag. Vanmorgen. Dankjewel. Vanmorgen een vormhuis. Dan moet je dus ook je kar smetten. Niet normaal hoe snel ik weer wit word als er geen zon is. Ja, dat heb ik ook. Ik ben zo wit. Deze was ik super bruin. Maar jij bent nog steeds bruin. Dit is wel heel glad. Oké. Okay. Dit is wel even wat andere koek dan mijn kleine prulletjes opruimen. Wat moeten we doen? Opruimen. Ja, hoe? Spelletjes wegdoen? Nee. Gaat ze nu al nee zeggen? Spelletjes heb ik allemaal uitgezocht. Dat er staat. Oh. Alles wat er staat wil ik graag houden. Ja, dat dacht ik dus wel. Wat is je doel? Mijn doel is hier meer ruimte te maken. Dus het bed weg. Nee. Slaapt er hier ooit iemand? Nee. Doe dan maar we zitten wel eens te denken op dit bed naar beneden. Ja, en die matras die daar staat weer. Doe maar, laten we dat nu doen. Ja, maar die is nog niet weg. Ja, dan zetten we die gewoon op zijn kant. Je moet meteen actie ondernemen. Lekker, dan kan je hier iets leuk in krijgen met spulletjes. Wil je dat meteen doen? Ja, dat is liever wel. Gewoon meteen doen. Dus het bed verplaatsen. Ja hoor. Alles is trouwens heel erg stoffig. Stoffig, ja. Dus dan moet je... Wacht. Pak eerst even een stofdoek. Nee, dat maakt niet uit. Oh. Wat is allemaal stoffig? Wat een cutie. Wat is dat? Leuk soort stof. Ja, heel leuk. Ik ga het nemen, Gosje. Oh. Ja, dat is ook... Maar dat zou ik dan bijvoorbeeld dus hier zetten, zodat je even wat minder last hebt. Ja, dan vliegt het in de fik daar. Echt? Waar is dat fotolijstje? Kan je afstoffen? Ja, dat is echt niet belangrijk nu. Oké, bijvoorbeeld dit, hè? Nee, we gaan niet afstoffen, mama. Dat is... Nee, maar dit had jij indertijd op je kamer. Ja. Om films te kijken. Ja. Is een tv'tje. Nee, dat hoef ik niet. Dat moet je gewoon wegdoen. Dan doen we dit bijvoorbeeld naar de kringloop. Sorry, maar ik wil eigenlijk heel graag deze kast nog een keer. Dat kan. Nee, dit wil ik gewoon houden. Maar je speelt nooit van je leven. Er komen allemaal, straks komen er kleinkinderen. Ja, maar die hoeven niet vier op reis te hebben. Wel. Nee, echt, die heb ik allemaal, heb ik zo wel eens... Kijk, dat je Monopoly allemaal verschillende versies bewaart, dat snap ik. Ja, Eentje is nog dicht. Dit vind ik te leuk. Ja, ik vind het ook heel leuk, maar die dubbele hoeven niet. Kijk, dit is... En die matras ligt waarschijnlijk lekkerder dan die grote beneden. Ligt heel lekker. Daarom. Kijk. Het is alleen wel een lelijk bed. Ruitjespapier. Ja, dat is waarschijnlijk van mij geweest. Nee, van mij vroeger. Nee, kijk maar wat er staat. Dat heb ik getekend. Lieverd, dit is nog van mij. Dit is, heb ik misschien later aan jou gegeven, maar dit heb ik nog in mijn middelbare tijd voor gebruikt.
Dit is Charlotte, dat weet ik. Maar het is van mij. I love you so much. Ja, omdat jij altijd in mijn dingen ging kijken. Charlie. Is not in love. Het ging met blokjes. Dat weet ik nog wel. Welk jaar werd Indonesië onafhankelijk? Van jou of van mij? Heb jij voor mij een toets gemaakt? Wat is dit? Platte gronden van een huis. Met een balkon. Dat is baar. Nee? Ik heb er nooit een balkon gehad. Echt een ADD'er. Cat and dog. Nu in de bios. Ja. Achter. Ik hou niet van rijtjes. Je gaat toch geen spreadje schetsen als het op van papa? Ja, maar dit is heel mooi. Ja, dat is heel leuk, ja. Wit papier. Wat doe je daarmee? Nou, sorry hoor. Mam, heb je dit blaadje? Ja, dan maak je een knutselkast. Ik weet nog, knutselkast? Ik weet nog hoe blij jij was toen jij... Ja, maar ik woon niet meer thuis bij 27. Aan het eind. Ja. Hi, I'm Barbie. Let's have some fun today. Wie wil deze? Ja, maar kijk, Nicky loopt. Weg ermee, mama. Kijk. Hey Bert, hier niet. Nou, oh, je moet niet Bert wegdoen. 4x4 op een rij. 5 masterminds. 5 Rummikub. Ik mag er niks van weggooien. Of wegbrengen. Of mee naar huis nemen. Zult het allemaal houden. Ga ik op de vlog vertellen. Jongens, ik mocht van papa een boek voor mijn verjaardag. Nou ja... Kijk, papa en mama geven altijd samen wat. En ik had tegen papa gezegd dat ik het superleuk vind dat hij ook een keer een cadeau voor me uitzocht. Dus toen ging hij heel schattig bij de boekhandel een Joods kookboek halen. Omdat wij... Vegetarisch. Daar had hij heel leuk over nagedacht. En toen vond ik dat heel lief. Maar hij zei, je mag het ook ruilen. En toen dacht ik, nou, ik kan het beter gaan ruilen, want ik gebruik nooit kookboeken. Ik denk later wel, als ik een mooie keuken heb en een gezin en zo. Maar nu doe ik dat eigenlijk niet. Dus toen zei hij, kan je iets anders gaan uitzoeken. Maar toen dacht ik ga meteen naar die boekwinkel toe, wat ik nooit doe. En toen heb ik daar echt een uur gezeten en het was heel leuk. Het voelde echt gewoon, ja, zo'n plek waar je nooit komt. Gewoon heel mooi. Toen ging ik allemaal boeken pakken en aan een tafel zitten en alle boeken inkijken. Heb ik alle tijd genomen. En ik zocht eerst naar allemaal boeken over rust vinden met jezelf en zelfpsychologie en liefde. En eigenlijk bij alles wat ik las, dacht ik, heel veel wat hierin staat weet ik al, want ik heb daar al heel erg in verdiept. Of het sprak me zo niet aan wat die mensen zeiden, dat ik dacht, nou, dit gaat zo niet over mij, ik wil het niet. En toen zag ik dus ineens dit. En toen dacht ik, ja, wil ik dat? Ik zag ook nog wat over dromen. Toen dacht ik, het vond net iets te gecompliceerd. Er stonden allemaal voorbeelden in dat ik dacht, ja, dat heb ik nog nooit gedroomd. En ben ik ook allemaal weer vergeten. En dit is gewoon een heel erg duidelijk boek en niet te dik. En ik vind het onwijs interessant en ik had meteen zin om erin te gaan lezen. Dus toen heb ik deze gekozen. En ik ben nu al een beetje aan het bladeren, maar ik wil echt rustig vanaf het begin beginnen. Maar dan, ik zie nu al bij onze drie, mijn mama en papa en mijn hand, zie ik al dingen. En dan lees ik en dan denk ik, oh, dat kan best wel kloppen. Dus nou, dat vind ik dus heel erg leuk. En ik zal jullie wel vertellen over een tijdje wat ik ervan vond. En waarom ging ik ook weer naar meer? Oh ja, daarom ging ik vloggen, ja. En papa gaat zo zijn eten aan jullie laten zien en ook vertellen, schommelt ineens. Wat hij heeft gemaakt, want dat vragen jullie altijd. Kijk, hier stond net... de hartlijn. Kijk, dit is even wat ik nu heb. Mijn camera doet iets geks, waardoor die schommelt. Hoe kan dat nou? Het is ook zo'n mooi boekje. Hij had allemaal beschadigingen en zo, maar ik vond het wel... Hij is echt heel mooi. Kijk, dit is dus je hartlijn. Misschien kan ik jullie ook wel wat erover leren. Dit is je hartlijn. En hier keek ik net in de tuin met mama naar. En toen had ik nog niet eens gelezen. Toen zei ik, wow, ik heb hier vet veel soort van schakeltjes. Heel veel streepjes. En mama had die niet. Nee, helemaal niet. Hier. Nee. Komt omdat ja, dat is een andere lijn, man. Ik vroeg heel veel... Mama, dit is een andere lijn. Dat komt omdat ik heel snel de liefde al vond. Nee, dit is de hartlijn. Ik heb dus niet normaal veel schakels. Papa heeft ze ook licht en mama heeft ze niet. En dan staat hier dus... De meeste hartlijnen beginnen met een korte reeks verweven lijntjes die lijken op een ketting met kleine schakels. Dat heb ik dus heel erg. Daarnaast zie je vaak vertakkingen, eilandjes en kruisende lijnen. Dat wijst op een normale en gezonde dosis emoties en kwetsbaarheid. De hartlijn eindigt meestal in een kleine vertakking onder de wijs- en middelvingers, wat duidt op een evenwicht tussen realisme, dat is je middelvinger, en idealisme, dat is je wijsvinger, in relaties en behoefte aan een eerlijke en correcte communicatie. Nou, dat heb ik dus ook heel duidelijk, maar dat klopt ook echt wel. En die eindigt dus hier in een, bij mij een hele duidelijke soort snoepzoeker, weet je wel, zo'n vee. Nou, verder was ik nog niet gekomen. Dus ik ga jullie wel misschien af en toe even wat hierover vertellen, als jullie dat leuk vinden, wat ik heb geleerd of zo. Want
Ik denk dat veel mensen dit wel super interessant vinden. Ben jij een blitzenkikker? Wil je die hele dag vast even neer? Ja, blitzkikker. Ik heb zoveel zin om dit boek te gaan lezen. Ik wil alleen een witte rijst. Ik heb niet. Ja, lekker vind ik dat. Heerlijk voor de stoel gaan. Oh, dat vind ik zo lekker witte rijst. Ik heb mega dol draaien. Oh, oké. Okay. Mm. Veel rijst, lekker. Lekker dat toren, een iglo. Betekenis van leren. Heel veel schakels in mijn iglo. Betekenis van leren. Ja, is goed. Is goed. Gelukkig pluk jij nu niet meer, hè, mama? Nee. Dat zou je nooit doen, hè? Nee. Hoe vond je dat die meisje die saus pikte voor die kip? Huh? De goede tijden, slechte tijden. Oh ja, leuk, hè? Dat ze verliefd op hem is. Zij niet? Jojo. Jojo, ja, Jojo. En hoe vond je dat het ineens... Zo leuk boek. Papa, ik ben zo blij met mijn cadeau. Hoe vond je dat ineens een week later, 10 dagen later, Pasen was in GTSD? Wanneer wordt het Koningsdag eigenlijk? Is het al geweest? In GTSD? Ik loop voor. Oh ja, ja, maar het wordt dus ergens 5 mei, wordt het Koningsdag. Deze vlog is trouwens dezelfde als mijn verjaardagsvlog, want het is allemaal zo lang dat ik weer mijn vlog doormidden heb gehakt. Oh, wat een lekkere reis. Oh. Kijk, een cup B. Het gaat vallen, mama. De idealist. Oh, dat is zo geweldig. Niet normaal. Nou, het moest al. Ja, ik vind het zo leuk. Ik heb... Mama, met het verkeerde boek thuis komt. Niet normaal. Oh, wat vind ik dit leuk, zeg. En vervolgens vervolgens gaat handelen. 3 tekens. Ik vind het geweldig. Weet je hoe interessant je ook bent als je bij mensen zegt van ik ga even je hand lezen. Oh, zo interessant. Als iemand dat bij mij wil doen. Dan kun je dat nog eens bijna doen. Zo leuk. Het is voor beginners, hè. Maar is het bewezen dat het waar is? Ja, absoluut. Absoluut. Hoe kan dat? Bloedheet. Papa gaat jullie vandaag heel uitgebreid alles informeren. Want jullie dat altijd graag willen. Er is zoveel vragen naar, dat is ook niet normaal hoor. Over papa's eten. Gaan we het kookvlog opnemen? Dat gaan we ook doen. Maar als ik dus op Instagram chicken fajita foto plaats, heb ik 200 DM's. Hoe maak je dat? Zeg ik, ja, Google maar chicken fajita. Ja, precies. Niemand vraagt naar mij, maar als papa is gekookt. Oh, lekker. Werk kort af. Ik zeg, ik zal het heel kort houden. Nee, doe maar wel uitgebreid. Dus heb je de salade prachtig gemodelleerd. En wat als ze het recept willen? Oh, top. Dit is fantastisch, hè? Ik laat even het recept zien. Is dit alles? Zet hem even op pauze, jongens. Matar paneer. Oké, dit wordt het altijd, want ik krijg zoveel vragen over hoe het moet. Oké. Wat is dit? Mooi boek. Jeetje. Het is een heel mooi boek. Beroemd restaurant in Londen, uit India. India's restaurant. Fantastisch boek. Kan ik iedereen aanraden. En chakumber erbij, daar. En hoe kom je aan de... En ik heb heel lekker Indiaanse kip erbij. Hoe kom je aan de paneer? Dat is dus van... Paneer heb ik gewoon bij een soort van Appetina. Kaas. Dat heb ik bij Albertijn gekocht. Appetina heet dat toch? Nee? Nee, ik kijk niet meer. Je kan het gewoon, paneer kan je gewoon bij Albertijn kopen. Ja, maar van dat ene merk wat ook feta blokjes verkoopt. Hoe heet het? Appetina? Zoiets. Weet niet of dat zoiets is. Klinkt als. Ja, klinkt als. Appetina. Ah! Ik nieuwe gietijzer van. Ik bedoel. Afblijven. Kijk. Jullie hebben altijd alles aan. Deze deed ongeluk. Ze deed zo gewoon. Klaar. Hoe ga ik dit oplossen? Gewoon insmeren. Zodat ik mijn hand niet meer leeg. Even jongens, want... Ik doe dus tegenwoordig koriander. Ik doe koriander op mijn avocado pap, want dan smaakt het naar guacamole. En dan doe ik chili en limoen. Zo lekker. Lekker. Ik hou ook heel erg van koriander. Wat als mensen geen koriander lusten? Dan doen ze geen koriander erop. Geen vervangend kruid? Nee. Ja, peterselie, maar... Maar eet ik nu voornamelijk kaas in tomatensaus? Nee, het is wel een soort tomatensaus met heel veel uien die je een half uur lang moeten karameliseren. Dus kans dat ik heel veel buikpijn krijg van dit gerecht, denk ik. Ertjes, nou die kaas, Indiase kaas. Maak je het voor het eerst met die kaas? Er zit een knoflookpasta in, er zit een gemberpasta in. Oh, ik heb vandaag net een juffrouw Eline verteld in de video van mijn boeken dat de hand... Het beste, het gevoel doorgeven van het lichaam naar de hersenen, wat er aan de hand is. Ja. Oh, het is best wel een zoet gerecht. Je vijfde zenuwstelsel. Hallo, je vijfde zintuig, je tast. Kippendij. Oh,
Hallo. Ja. Je vijfde zintuig, je tas. Ja. En het beste gaat toch via je hand. Oh, is het kippendij? Het gaat niet meer zo goed via je hand nu. Nee, ze niet zo te knoeien. Ik moet de hele tafel weer opruimen zo. Robin, is dit kippendij? Ja. Ja, het zal het niet. Maar is daar ook een recept van? Dit is gewoon... Het enige wat uit het potje komt is pataks. Weet je, als je veel volgers wil op Instagram, moet jij gewoon elk recept wat in mijn vlog voorkomt, moet je op Instagram gaan delen. Ja, niet alleen maar pizza's en broodjes. Dan gaat iedereen volgen. Toch jongens? Instagram TV. Ga je koken, maak je Instagram TV. Nou, leuk. Nou, niet dat je niks te doen hebt in je leven. Je hebt altijd druk. Maar het zou wel leuk zijn. Hoe komt dat zo vet eigenlijk, dat er zoveel olie op zit? Dat is dit alleen. Het ziet er wel heel mooi puur en rein uit. Net als jij, Eline. Net als jouw hand. Die is ook heel rein. Zonder takjes. Verbrand. Oh, serieus. Ja, het is een gigantische. Oké, we gaan even naar de basis. Vergelijk de grootte van je handen met de lengte van je gezicht. Een gemiddelde hand bedekt je gezicht vanaf je kin tot halverwege je hoofd. Een gemiddelde hand bedekt je gezicht van je kin tot halverwege je hoofd. Hoe laat ga je morgen eigenlijk het stoprol brengen? Een gemiddelde hand bedekt je gezicht van je kin tot halverwege je hoofd. Bij mij komt hij bijna tot het eind van mijn hoofd. Dat begrijp ik niet. Wat zou ik nog ook doen? Zo. Ze snapt het niet. Huh? Kijk, doe je eens? Dan snap je me niet. Van de palm van je hand tot je op je kin leggen? En dan? Huh? Ja, gaat die onder je ogen? Nee. Huh? Niet sporten. Maar hoe komt het dan? Heb ik grote handen of heb ik een klein hand? Ik heb een heel groot hoofd. Grote handen, groot hoofd. Kom eens met je... Nog grotere handen dan je hoofd al is. Maar ik heb juist een heel lang eivormig gezicht, dus daarom begrijp ik het niet. Ik snap er niks van. Ik snap er ook helemaal niks van. Mijn mama komt haar hand maar tot hier. Nee, maar mama, deed jij het wel goed? Ja. Doe nog eens dan. Leg je handen op de mijne dan. Maar deed jij niet zo? Ja, zo deed ik het. Nee, ik doe zo. Mijn palm op mijn kin. Oh, nee, dan kom ik ook tot ver boven. Oh, dan ben ik ook heel lief. Huh? En zorgzaam. Maar hoe moet dit dan? En zie details en whatever. Nou, dit snap ik dus niet. Papa, als er staat... Ja? Een gemiddelde hand bedekt je gezicht vanaf je kin tot halverwege je voorhoofd. Hoe leg je je hand dan neer? Ik doe dan dit op mijn kin en dan doe ik zo. Wat doe jij dan? Nog een keer. Een gemiddelde hand bedekt je gezicht vanaf je kin tot halverwege je voorhoofd. Maar hoe ga je je hand op je gezicht leggen? Doe dat eens. Ja, klopt dus. Maar leg jij, hoe laag begin je? Kin. Maar waar met je hand begin je? Bij de palm? Ja, zo, palm. Ja, ik ook. Klopt toch? De helft van mijn voorhoofd? Nee, de helft van je... Voorhoofd. Oh, zie je, dit is dus weer mijn ADD. Oh, jij legt de helft van je hoofd? Ja. En dan leg je ook bij mij, klopt het? Halverwege je voorhoofd. Ik wil een hand. Ik zeg ook niet dat het speciaal is. Bedekt je gezicht vanaf je kin tot halverwege je voorhoofd. Ja. Nou, kan je mijn hand al lezen? Ja, lees even papa's hand. Maar dan zeggen ze, als je grote handen hebt en als je kleine hebt. Maar ik heb dus normale handen. Je hebt reuze handen. Nee, ik heb best wel een lang hoofd en volgens mij hele normale handen. Kijk jongens, dit zorgt er dus voor. Klaar. Dit zorgt er dus voor dat ik wel weer hierin geloof, want hier staat... De keuzes die je maakt en je reacties op gebeurtenissen en mensen die je ontmoet... zijn allemaal van invloed op je leven en kunnen de lijnen op je handpalmen veranderen. De beslissingen die je vandaag neemt, kun je morgen op je handen aflezen. Zo, nou, ben je. Door handlezen kun je soms gebeurtenissen in de toekomst voorspellen... We zijn nu eenmaal nogal voorspelbaar op bepaalde vlakken, maar het is vooral bedoeld om met zelfkennis die je handen je bieden, meer controle te krijgen over je leven. Door je met behulp van handlezen bewuster te worden van je karakter en je handelingen, leer je je eigen toekomst vorm te geven. Je lot ligt in je handen. Super vet. Dat is wel veel realistischer dan helderziende, vind ik dan. Niet normaal hoe ze op elkaar lijken. Bijna symmetrisch. Echt? Dat geloof ik wel bij jou. Ik haal ze tegen elkaar aan, zo, en ik zie echt gewoon de andere kant van het gebeuren. Ik ga ook eens kijken. De ene ziet gewoon steeds en de andere niet. Oh, hij gaat nu doen alsof hij niks zegt. Mama, je filmt zijn hoofd niet. Film is goed, mam. Ook zijn voorhoofd en zijn kruin. Ze
Zodra ik thuis kom, is misschien... Ik dacht ineens, ik film het even. Misschien is het wel een tip. Vroeger deed ik het namelijk niet. Meteen mijn tas leeghalen. Ik weet niet of dat iets is met ouder worden of dat iedereen dat doet. En dat ik gewoon raar was vroeger. Maar had ik altijd meerdere tassen in gebruik. Helemaal vol met zooi. Helemaal vol. En nu haal ik mijn hele tas leeg. En alles wat uit mijn tas komt, heeft een plek. Dat is dus het fijne. Dus dit heb ik net gekocht. Even bij Holland & Barrett. Samen met deze, die lijkt me wel fijn. Nou, dit gaat naar boven. Dan heb ik mijn boek. Een cadeauboek. En nog twee boeken. Die ik heb meegenomen vanuit mijn moeder. Nou, die leg ik daar, want daar heb ik een paar boeken liggen. Deze niet trouwens. Dan heb ik een mandje voor mijn handgel, mijn dingen. Mijn Purel, mijn lensvloeistof. Dan heb ik een bijdrage gekregen van mijn verjaardag om een airco te kopen van mijn oma. Heel blij mee. En nou ja, alles heeft een plek. En daardoor is mijn huis altijd netjes. Dus misschien denk je wel, oké, logisch. Misschien denk je wel, logisch ja, maar dat doe ik nooit. En dan chill het in. Dan bedankt. Graag gedaan. Nou, het zonnebril ligt vast op de kapstok. Zelfs gekocht, die was achter mijn vaatwasser gevallen, maar kwam niet meer bij. Ik heb aardbeien. Avocado, dat is een nieuwe levensding. Spinazie. Tomaatjes. En alweer asperges. Oh, ik heb daar nu zelf zin in, weet je wel? Zo lekker. Zo geef ik alles dus een plek. Wat er naar boven moet, gooi ik in de tasje. Met spullen die naar boven moeten. Dat boek doe ik ook naar boven, want die wil ik in bed gaan lezen. Dat is heel goed voor de mens. Nou, dan heb ik een tasje voor boven. En dan is alles klaar. Dat is toch heerlijk? Oh ja, ik had een zonnebrand opgestuurd gekregen, onverwachts. Deze. Leuk, roze. Voor je gezicht. Met infrared E en blue light. Altijd welkom. Ik gebruik nu van die Biodermal, maar dit is ook wel heel erg chill. En dan is het alweer een soort van netjes. Even dit. Oep. En netjes. Vandaag heerlijk dagje niks doen. Ik ga het broodje avocado maken en ik laat jullie nog één keer zien hoe je het allerlekkerste broodje kunt maken. Wat heb je nodig? Bruin brood, avocado, chili, zout, peper. Dan vind ik echt een must, limoen. Dan puur een extra toevoeging, tomaatjes. Heb ik nog niet eerder gedaan, maar is heel lekker. En koriander. En je hebt de broodrooster nodig, want dat maakt het brood veel lekkerder. Ik val dus af sinds ik avocado eet. Heel gek. Dat komt dus denk ik echt omdat ik zo ontzettend verzadigd ben aan avocado. En dan na heel veel eten heb ik gewoon na een uur weer trek. Dat is echt zo. En na een avocado heb ik op z'n vroegst na 3 uur trek en meestal pas na 5 uur of zo. Ik doe het liefst 3 boterhammen met 1 avocado. Nu heb ik dus, het zijn wat kleinere. En dan nog deze kleintjes erbij. En dan ga ik echt heerlijk eten mee maken. Oh, bijna vergeten. Dit is niet normaal erbij. Maar het is eigenlijk net een soort van guacamole wat je dan maakt. Qua ingrediënten, tomaatje... Koriander, zo lekker. Maar dit hoeft dus niet. Ik weet nog niet of ik het lekkerder vind met tomaat. Ik ga dat vandaag doen. Maar ik weet niet of ik dat per se echt lekkerder vind. Maar de rest, oh zo lekker. Ik hoop dat die mooi is. Dat is zo'n tegenvaller. Zo, ja kijk, dit is jammer, maar dat snij je gewoon weg. Mensen die dat eten, kan ik niet begrijpen. Ik vind dat zo vies. Auw. Ik snij echt super hard in mijn... Dat gaat heel erg bloeden. Snel de avocado openmaken voordat het bloed op mijn hand zit. Pas op voor bolly, want vogels gaan dood van avocado. Voor wie dat nog niet wist, als je ook een bolly hebt. Oh, zo hé, dat begint echt te bloeden. Bolly, ook geen folie eten. Ik weet niet waarom je dat wil. Waarom wil je dat?
Waarom wil je folie eten? Wie wil dat nou? Oh, hij is super romig. Als ze zo heel lekker zacht en romig zijn, dan is deze manier van snijden niet eens de handigste. Dan is hij zo zacht. Wow, hij is echt heel zacht. Perfect voor guacamole. Nou, lekker bloed. Bolly, wil je daarmee stoppen? Een huis maken van folie. Even wc-papier. Niet naar de avocado. Een tissue om je bloed te wrappen. Niet te vergeten. Nou, dan wachten tot je broodje klaar is. Ja, even twee. Dat is niet per se praktisch hoor. Het is een beetje oud, maar het maakt niet uit. Oh, lekker. Hallo, doe jij even normaal? Is je al klaar? Ik heb honger. Ja, prima. Zoveel honger. En ik ben dus begonnen met sap een uur geleden. Maar ik heb na een uurtje echt wat trek hoor, nu. Dus ik gewoon één glaasje sap neem. Eigenlijk heb ik dus gewoon sap. Broodje avocado. En ik eet ook echt wel eens af en toe wat slechts hoor. Gisteren geborreld bij mijn ouders. En voor mijn verjaardag had ik nog bonbonblok over. Neem ik gewoon een stuk chocola en zo. Allemaal prima. En avondeten ga ik vanavond denk ik weer asperges met aardappel eten. Want ik vond het zo lekker. Dus maar ja, zoals jullie misschien inmiddels wel een beetje van mij weten, eet ik heel vaak gewoon heel lang hetzelfde. Omdat ik er zo gek op ben. Op een gegeven moment heb ik geen zin meer in avocado en dan ga ik weer iets anders eten. Dus je te lang doet het ook niet goed. Maar tot nu toe verheug ik me elke ochtend zo erg op dit broodje. Dat is echt niet normaal. Ik kan er helemaal naar uitkijken. Naar dat sap en naar die avocado. Heerlijk. Zo lekker. Het is echt een treat. We hebben het volgens mij al eerder gezegd, maar het is een soort, het is romig, het is noterig, hartig. Ik heb gewoon nergens zin in. Ik was gisteren ook bij mijn oma en dan, ja, je hebt gewoon nergens behoefte aan. En je zit echt vol en geestelijk ben je ook zo verzadigd. Ik weet niet wat dat is met avocado, maar het is fantastisch. De koriander heeft zijn beste tijd gehad, maar die is echt helemaal geel. Ja, die is echt een beetje op, maar maakt niet uit. Daarom, als je het niet hebt, is het net zo lekker. Gisteren heel veel koriander gebruikt en nu heb ik niks meer over. Nou, ik ga gewoon even wachten tot de rest ook klaar is, want dit is niet zo handig. Vroeger deed ik nog wel eens mayonaise of zo erop. Surimi sticks, maar het is allemaal zo machtig. Dit is tenminste echt heel lekker fris. Maar nogmaals, die tomaat, ik weet niet eens of het lekkerder maakt. Eigenlijk zonder die tomaat en die koriander, balsamico, dat vond ik echt ultiem. Maar dit kan van alles en je kunt ook met bijvoorbeeld huttekezen hummus. Dat zie ik dan bij Elise dat zij dat doet. Ik ben niet zo van de huttekezen. Hummus vind ik ook weer veel te heftig. Ik hou juist echt dat je wel die pure avocado proeft. Want de smaak van avocado. Mijn moeder heeft dat ook. Wij zijn helemaal geobsedeerd door de smaak van de avocado. Het is zo lekker. Dan ga ik die andere ook nog even maken. Dit doe ik nu dus zo. Nu heb ik rond 2:30 dus wel al trek. Dat kan gebeuren. Het verschilt ook een beetje per dag. Dus dan neem ik even wat nootjes. Ongebrande vind ik heel lekker. En ik heb wat aardbeidjes. Ik had wat onbespoten aardbeien van de boer. Dat eet ik nu. Zo leuk geweest, vrouw. Ik ben echt obsessed. Ik heb trouwens gisteren ook mijn oma mijn Videoland account gegeven. Zodat zij het nu ook kan kijken. Had ik wel dat verteld. Ik ben melk aan het opschuimen. Nu heb ik zin in koffie. Zo lekker als je 's ochtends geen koffie meer nodig hebt en alleen koffie neemt wanneer je er gewoon echt zin in hebt. Dat is echt heerlijk. 3 ijsblokjes. Hij is niet goed, zo goed geschuimd. Dit is echt melk. Weer een keertje. Die heb ik nog van mijn verjaardag. Dus ik denk, maak hem maar even op. Ik kan niet zo heel goed tegen. Waarschijnlijk heb ik dus lactose-intolerantie. Dus ik kan niet tegen veel lactose. Maar eentje kan ik wel goed tegen. Maar de laatste keer dat had ik ontdekt dat ik dus best wel moe word van koffie. Maar sowieso nog geleden. Dus gisteren bij mijn moeder kon ik er wel tegen. Ik ben heel benieuwd wat het doet. Ik heb 1 koffie en 2 kopjes in de koelkast gezet. En dan is het super lekker. Officieel zou ik nog tot en met woensdag vrij zijn. Want vandaag is school nog gewoon dicht. Morgen bevrijdingsdag ook. En woensdag zou ik vrij zijn. Maar vandaag hebben we een studiedag. Dus moet ik calls doen straks. Om natuurlijk het onderwijs te gaan bespreken. Hoe we het gaan vormgeven. Deze week is nog thuisonderwijs. Maar volgende week niet meer. Ik zie er best wel een beetje tegenop wat ik niet snel heb. Van hoe ga ik en thuisonderwijs aanbieden en op school. En het wordt weer heel erg wennen natuurlijk. Maar morgen ben ik nog wel vrij. Maar woensdag werk ik. Want ik heb gereld met mijn duo. Dat ik voorlopig eventjes graag gewoon maandag, dinsdag, woensdag, donderdag werk. En zij de vrijdag. En dat vindt zij goed. Dus dan ben ik vrijdag weer vrij. Dus ik hoef alleen vandaag woensdag, donderdag te werken. Maar ik moet wel veel werken deze week. Want de volgende week komen de kinderen.
En dan moet alles gewoon helemaal klaar zijn. En voor deze week moet er weer een weektaak komen en zo. Dus dat wordt weer hard werken in combinatie met lekker naar buiten. Vakantie is weer voorbij. Nou, gaan we weer. Ik heb er echt eerlijk helemaal geen zin in. Het werkt altijd prima, maar als je er zo lang uit bent geweest, is het echt even wennen weer. Online, samen van online. Bedankt. Hoeveel lentes? Nou, het was de afgelopen dinsdag, maar heel lief. Je moet je lijnt. Oh. Het was afgelopen dinsdag, maar heel lief. Maar ik ben 27 geworden. 7? Oh, wat jong! Wow, wat fijn. Heerlijk. Ik heb wel weer geen zin om te beginnen en dat heb ik normaal nooit. Heel goed. Mag ik daar even één ding meteen over vragen? Hebben jullie al groepen gemaakt en zo? Anders ben je dus 2 dagen met een les bezig. Of doe je dus 2 rekenlessen aanbieden op 1 dag, 2 taallessen en gaan ze thuis allebei maken? Ja. Yeah. De maandag krijgt wel klokkijken uitgelegd en de ander moet het zelf doen. En de dinsdag die krijgt de tafels uitgelegd. En ik zou echt zeggen, maak echt onderscheid, maak een weekplanning en ga daarin kijken welke lessen kunnen ze zelf doen. Doen ze op school? De helft op school, nou die bied je dus dubbel aan. Aan beide groepen. En het andere gedeelte wat ze zelf kunnen, maken ze dus zelf thuis. Snap je wat ik bedoel? Dus klok kijken, belangrijk, bla bla. En automatiseren doen we normaal ook in de klas. Maar dat ga je nu thuis maken. En daar hebben we het dan ook niet echt meer over in de klas of zo. Of wel? Ik vind het echt moeilijk hoor. Ja, maar daarom dus echt de herhaling, de dingen die ze heel zelfstandig kunnen. Waarvan je nu ook hebt gemerkt dat ze daar weinig hulp bij nodig hebben gehad. Die dingen doe je dus thuis. Ik denk dat wij daar in groep 4 genoeg dingen hebben daarvoor. Persoonlijk zou ik zelf gewoon gaan kijken van, stel ik heb ik kijk naar mijn lessen en ik heb eerst een les klok kijken wat heel veel uitleg nodig heeft en daarna een les op de getallenlijn wat ze al 10.000 keer hebben gedaan, dan kies ik ervoor, oké, op de dag dat ze op school zijn leg ik die heel erg goed uit en gaan we het ook maken en thuis gaan ze aan die getallenlijn les zelf. Maar heb ik bijvoorbeeld ineens 2 klokkijklessen achter elkaar, dan kies ik ervoor om beide lessen te behandelen en dan wat korter en dat ze, weet je wel, zo. Maar ik heb bijvoorbeeld 2 groepen, als ik instructie geef voor de klas, dan sta ik op zo'n afstand van een groepje, weet je wel. Dus dan moet ik eigenlijk naar achter schuiven, toch? En als je verlengde instructie geeft en je wil dat heel stil doen, dat kan ook niet meer, want je gaat niet meer zo dicht tegen een kind aanzitten. Ja, maar bij ons komt het lekkerder uit, want wij hebben de dinsdag en vrijdag. Dus bij ons heeft elke groep elke week een keer gym. Nou, niet. Ja. Dat kan door mij. Met een leuk kort broekje en een schortje en een mutsje op. Wat? Dat is echt zo. Hé, hey, Sis, glazenwasser. Hoe helderder dat in mijn hoofd is, hoe sneller ik nu lekker aan de slag ga. Maar als ik dus iets heb van ik heb geen idee hoe ik dat moet gaan vormgeven. Ik ben echt iemand, ik stress nooit hè. Wat we ook moeten doen, ik denk oh ik zie het wel, het komt goed. Maar toen ik hoorde van nou je moet dus en het thuisonderwijs blijven bieden en op school, toen dacht ik. Ik heb voor het eerst in echt jaren in mijn leven dat ik echt dacht. Nou ik zag dus een beetje op tegen weer gaan werken. Maar zodra ik weer vergader met mijn collega's zit ik er weer helemaal in. Super gezellig, productief. Iedereen stond er net zo in als ik hoor van ik heb geen idee hoe het gaat nu deze periode. Dus dat ligt niet aan mij. En ik ben heel blij dat ik er eigenlijk voor heb gekozen om de afgelopen 2 weken er niet mee bezig te zijn eigenlijk. Ik had echt iets van, ik ga niet alleen maar nadenken over hoe ik het ga vormgeven. Ik ga gewoon wachten tot die vergadering en samen met mijn collega's ontdekken hoe we dit willen gaan doen. En dat hebben we ook gedaan. Ik vind het namelijk zo zonde van je tijd om over dingen te gaan nadenken als je toch nog niet weet of dat haalbaar is. Dus dat is heerlijk en het komt allemaal wel goed. En nu ga ik even naar Maxis fietsen. Het is al vet laat. Het is al 4:15. Ik kom net pas thuis. Ik heb heel sloom gedaan.
Ik heb heerlijke boodschappen. Ik heb eerst een haring gegeten. In het zonnetje. Even bij Xenos geweest. Naar de winkels gaan is alweer iets relaxter. Maar alsnog moet je natuurlijk gewoon alle regels houden. Maar ik merk dat het gewoon iets relaxer voelt of zo. Ik weet niet. Mensen zijn wel minder spastisch, maar letten wel goed op. Of zoiets hier. Dus dat vind ik wel fijn. En toen in het zonnetje dus haring gegeten. Een hele gezonde boodschap gedaan. Dit zijn nou boodschappen waar ik echt gelukkig van word. En vandaag, daarna heb ik nog een broodje makreel gehaald. Witte broodjes natuurlijk niet gezond, maar makreel wel. Dus vandaag eet ik weer geen avocado. Maar ik merk als ik vetten uit noten, vis of avocado haal. Nou, dat voel ik me zo fantastisch. In de ochtend een sapje, helemaal geen behoefte aan slechte dingen. Vanavond weer lekker gezond eten. Kijk, wat ik dus heel erg lekker vind om in huis te hebben. Hier heb ik, dit is honingkipfilet, dat vind ik niet zo lekker. Maar kipfilet, gerookte kip, oude kaas. Dan heb ik eitjes, aardbeien en blauwe bessen. Dit is voor het weekend twee Franse kaasjes. Net als de mammoetolijven, die zijn heel erg lekker. Hierachter ligt biologische of scharrel kippendijfilet, avocado's. Dit wilde ik eigenlijk testen voor video, want het komt er maar niet van. Gerookte zalm ligt hieronder en de No Fairy Tales wraps. Dan heb ik hier appeltjes, nog meer olijven. Dit was nog van mijn verjaardag melk. Ik drink eigenlijk sojamelk. Weer asperges, selderij, spinazie. Nou, daar word ik allemaal heel gelukkig van. Appeltjes voor het sap, gember, peren, komkommer, avocado, tomaat, sinaasappels. Zo lekker. Dit moet trouwens weg, dat is ook van mijn verjaardag. Dat drink ik toch niet. Dit is al bijna 2 weken oud. Nou ja, dit is sap. Ik heb er al gember door gedaan, maar dat mix ik dan morgenochtend weer met wat anders. Dit was ook voor een video. Dit is om ijskoffie te maken. Nou, dit doet er allemaal niet toe wat hier staat. Het is dan niet boeiend, dat stond er gewoon al. Dit was ook voor een video. Maar in ieder geval, ik bedoel te zeggen dat dit maakt mij gewoon heel blij, deze gezonde dingen. En ik voel me hier zo goed bij. Ik vind het ook heel fijn dat ik jullie ook inspireer. En dan heb ik hier nog een grapefruit, gember, limoenen, appel, citroen, tomaatjes, uien. Deze avocado's die er wat langer over doen om rijp te worden. En daar word ik gewoon zo gelukkig van. Wat heb ik nou verder? Deze doekjes, weet niet of ik het had gezegd, maar die heb je bij Action voor 75 cent. En ik heb er 3 gekocht en ik had er echt meer moeten kopen, want volgens mij zijn ze bijna altijd op. Fantastisch, gewoon handgel maar dan doekje. Is veel lekkerder. Bij Lidl heb ik voor 1 euro nieuwe vershoutdoosjes, want dat heb ik echt nodig. Brillenpoetsdoekjes van de Big Bazaar. Ik vind het dus wel leuk om snoepjes in huis te hebben, omdat ik niet echt van snoep hou. Als ik dan na het eten zin heb in iets zoets, dan neem ik gewoon een snoepje ofzo. Ik vond deze ook wel leuk. Ik ga even kijken waar ik ze ga neerzetten. Maar net als dat hier nog van mijn verjaardag wat staat en die deem. Nou ja, gisteren heb ik ook 3 van die deems gegeten ofzo. Of een paar van die snoepjes. Vind ik gewoon leuk om dat wel in huis te hebben. Maar eigenlijk vooral omdat ik er niet echt van hou. Het staat gewoon leuk, maar dan als je het wil kan je het gewoon nemen. Ik had bijna sushi gekocht bij de Albert Heijn, maar ik heb het toch niet genomen. Toen dacht ik, nee, ik haal beter gewoon lekker een broodje makreel. Dit nog voor cadeautjes inpakken bij de Hema voor 1 euro. Leuk badzout van de Big Bazaar. Deze deo's. De Amerikaanse zijn de beste, maar ja, bijna op. Die was weer 1 plus 1, die is ook prima. En dan heb ik een vaasje van de Xenos. Die was in de sale. En als het Bolly. Als ik het goed heb geraden met blote ogen, zit een vaas die hier past. Yes, dat wilde ik heel graag. Ik heb net een beetje donkerroze, maar dan dus ook even die 2 van plek. Dat vind ik heel erg leuk. Als ik dan een. Dan kan ik desnoods gewoon 1 roos of zo in doen, weet je wel. Vind ik super leuk. En van de Xenos dus, maar die waren in de sale, dus die zullen wel eruit gaan. En. Even kijken wat ik met deze ga doen. Die is trouwens ook van Xenos. Wat had ik nou nog meer? Oh ja. Voor 3 euro heb ik deze bij Hema gekocht. Want ik hoopte dus. Ik zoek dus kleine vaasjes. En ik hoopte dat deze hier ook past. Ik denk het wel. Yes, die past ook. Maar ik ga even kijken. Ik vind het zo te vol. Maar dan heb ik dus 2 vaasjes. Voor als ik een bloemetje heb. Ik vind namelijk heel leuk toen daar bloemen stonden. Maar ik wil niet mijn drinkglazen daarvoor gebruiken. Dus dat is ook heel leuk. En dan had ik ook nog 2 kleine kaarsjes. Die heb ik eigenlijk ook voor dat plankje, dus het wordt een beetje vol. Ik weet niet of ik die stiften daar wel zo leuk vind. Misschien wil ik die wel verplaatsen. Even aankijken. En dan heb ik nog 2 nieuwe glazen. Die waren 1,50 per stuk. Ik wist niet of ik ze wel heel leuk vond vorige keer, maar ik blijf er naar kijken. En er zijn een aantal glazen stuk. En ik vond het wel leuk. Ik heb er maar 2. En dan zet ik... Weet nog niet. Ik weet nog niet hoe ik die neer ga zetten. Bolly. Maar bijvoorbeeld hiervan is er al eentje stuk. En die zijn ook heel erg aan het beschadigen. En van die grote heb ik er ook nog maar 3. Dat zijn eigenlijk een beetje vervelende aantallen. Maar ik kan natuurlijk ook... Ik weet nog niet. Oh, ik kan die natuurlijk ook gewoon zo gaan zetten.
in setjes van 2. Nou ja, ik ga even kijken. Maar ik vond hem wel leuk en een heel leuk formaatje. Lijkt me heel lekker om daar koffies in te maken. Hé, Bolly? Dat is Bolly's plekje. En ik had nog één ding en dat zijn kaartjes. Want ik verzamel kaartjes. Ik heb die vorige nog niet eens gestuurd. Maar als je in één keer veel kaarten koopt, best wel duur. Het is toch steeds 1,50. Maar ik vind dit dus is mijn nieuwe ding of zo. Wat ik heel leuk vind om te sparen. Of zoiets, geen idee. Maar ik vind deze van Xenol zo mooi. Use my eyes, smile. Bedankt voor wie je bent. Voor alles wat je doet. Altijd recht uit het hart. En nooit omdat het moet. Vind ik ook heel mooi. Ik heb ook wel gedachten aan wie ik ze wil sturen. Ik ben trots op je. Deze vond ik leuk voor mama voor zondag. Niet zo cheesy, maar gewoon you're great voor moederdag. En ik word heel blij van die matte pastelkaart. Hier maak je me dolgelukkig mee dat ik dit dan heb of zo. Ik weet niet. Heel leuk. Yummy. En nog meer. Yummy. Mmm. Lang leven. Thuiswerken. En om 5:30 ineens dit eten. Precies eten waar ik zin in heb. Heerlijk. Ja, het is bijna 7:30. Echt geen zin om te koken. Dus toch weer voor de avocado toast gegaan. Heerlijk. Hoe ik dit maak heb ik in mijn vorige vlog laten zien. Ik denk altijd als je het ziet weet je echt wel hoe. Maar blijkbaar heb je toch altijd behoefte aan een recept. Dus ik heb het in mijn vorige vlog laten zien. Misschien ga ik ook nog weer asperges maken hierbij. Ik eet gewoon echt lekker, letterlijk waar ik zin in heb. Heerlijk. Ik ga de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je deze weekvlog leuk vond. Vergeet me dus niet te volgen op Instagram. @blitzbloem_. Zou ik heel leuk vinden als ik mijn volgers weer terugkrijg. Doe een duimpje omhoog als je deze vlog leuk vond. En laat zeker een reactie achter. Want dat is het allerleukste. Jullie reacties lezen. Bedankt voor het kijken en tot snel. Doei!